Binnenkort heeft u een afspraak voor een allergieonderzoek. In deze video leggen we de stappen van het onderzoek graag aan u uit. Nadat u zich heeft aangemeld, neemt u plaats in de wachtkamer in afwachting van het onderzoek. Als eerste wordt de arm gemarkeerd met een pleister. Daarna wordt de testvloeistof op de arm gedruppeld. De testvloeistof bestaat uit stofjes waar u mogelijk allergisch voor kunt zijn. Als laatste wordt door de testvloeistof een krasje in de huid aangebracht. Als u allergisch bent, ontstaat hier een huidreactie. Na 10 minuten kan worden afgelezen of u allergisch bent en waar u allergisch voor bent. In de tussentijd vult u een allergievragenlijst in. Direct na het onderzoek bespreekt de arts de uitslag en eventuele behandeling met u.